Als ik in de trein zit vanuit mijn huis in Zoetermeer naar universiteit in Enschede, kijk ik altijd even uit het raam bij de IJssel. En dan zie je de rivier glinsterend door het landschap bewegen. Ik ben zelf meer geïnteresseerd wat er op de bodem gebeurt. Mijn onderzoek gaat over rivierduinen. Dat zijn niet de duinen die we kennen van de kust, maar het zijn wel vormen van zand die ontstaan door interactie met stroming. En hoe harder het stroomt, hoe groter ze worden. En als het wat minder hard stroomt, nemen ze weer een grootte af. En voor mijn onderzoek kijk ik niet naar de IJssel, maar onderzoek de bodem op de rivier, de Waal en de Rijn. Want daar varen de meeste schepen. Voor schepen is het heel belangrijk dat de vaargeul diep genoeg is. En als er dan van zulke vormen over de bodem heen bewegen, heeft dat invloed daarop. De bodem wordt elke 2 weken volledig ingemeten tussen Rotterdam en de Nederlandse grens. En die data kan ik gebruiken om modellen te bouwen, om te zien hoe snel en hoe die vormen zich veranderen in de loop van de tijd. En sommige vormen kunnen tot 20 meter per dag bewegen. Nou, we zien dat er door klimaatverandering extremen veel groter worden. Dus hoogwater komt vaker voor, laagwater ook. En het geeft allebei problemen. Tijdens hoogwater zien we dat iedereen meteen in de paniekstand raakt, want de dijken kunnen doorbreken. En bij laagwater duurt het allemaal wat langer, maar de schepen die vanuit Duitsland naar Nederland varen, bijvoorbeeld met zand, die kunnen dan niet meer volledig beladen worden. En dan is er niet genoeg bouwmateriaal voor de Nederlandse bouw. En als we beter begrijpen hoe de rivierbodem verandert, kunnen we ook beter reageren op extreem hoog en extreem laagwater. Ik ben eigenlijk civiele techniek gaan studeren ooit om wolkenkrabbers te gaan bouwen. Maar het water trok me uiteindelijk toch meer. En wat ik zo mooi vind aan rivieren dan, is dat die door het landschap bewegen en alles veranderen. Ik kijk altijd even in beekjes en riviertjes van hoe stroomt die precies. En ook op vakantie in IJsland met mijn ouders kreeg ik naar elke rivier van kijk, die meandert zo of die vlecht door het landschap. En ja, dus inmiddels ben ik wel een beetje een rivierenrekkie.